Je was natuurlijk al lang energiezuinig, dus op een lage temperatuur en met een volle trommel. Maar wat voor wasmiddel gebruik je? Om te beginnen, kies geconcentreerd wasmiddel en let op de dosering. Je verbruikt makkelijk te veel. En de dosering die op de verpakking staat vermeld, heb je niet altijd nodig als de was niet zo vuil is. Wasmachines die automatisch een wasmiddel doseren, doen dat niet altijd even nauwkeurig als je niet met een volle trommel wast. Waspoeder of vloeibaar wasmiddel zijn even milieubelastend. Wastabletten zijn minder goed omdat ze meer verpakkingsmateriaal hebben en minder goed te doseren zijn. Het aantal verpakkingen kun je trouwens ook drastisch verminderen. Bij webshops zijn wasmiddelen per 15 liter te bestellen. Dat scheelt uiteindelijk een hoop verpakkingsmateriaal. Wie altijd op lage temperatuur wast, kan last krijgen van vetluis op de schone was. Dat is vervuiling die kan ontstaan door lichaamsvet, haar, huidschilfers en wasmiddel. Vetluis is geen beestje, maar de vettige substantie trekt wel bacteriën aan. En dat kan zorgen voor stinkende was met een zwarte aanslag. Dit kun je voorkomen door af en toe op 60 graden te wassen of soms waspoeder met bleekmiddel te gebruiken. In vloeibaar wasmiddel zit nooit bleekmiddel. Op internet circuleren praatjes over hoe je op een natuurlijke manier de was kunt doen. Bijvoorbeeld met wilde kastanjes. Daar zitten namelijk zeepstoffen in. Maar die zijn niet voldoende krachtig om een was schoon te krijgen, zo zeggen scheikundigen. Ook vind je het advies om schoonmaakazijn te gebruiken in plaats van wasverzachter. Het zuur in azijn helpt inderdaad tegen kalkaanslag van hard water. Maar dat is tegenwoordig in Nederland nauwelijks meer een probleem. Onzin dus.